Binnenkort wordt er een keuze gemaakt uit 7 ontwerpen voor het Groninger Forum achter de oostwand van de Grote Markt. Nou, dan vraag ik mij af hoe het in de tijd van de wederopbouw ging en of er ook een bepaalde architect was die een hoofdrol speelde. Ja, we kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen, maar zo zag het eruit van 1962 tot 1994. Het zogeheten Nieuwe Stadhuis met de luchtbrug en daarachter de statietrap vanuit de Herenstraat. Maar toen het bij de bevrijding van de stad allemaal kapot was gekomen hier, de bebouwing, was dit een mooie plek om uit te breiden. Maar ja, in 1994 werd het gesloopt om plaats te maken voor dit van de Italiaanse architect Natalini. Maar dan ben ik benieuwd of er nog sporen zijn van die oude luchtbrug. Ja, daar waar nu het raam is, daar was dus de opening naar de luchtbrug. En je ziet op de muren, links en rechts van het raam, nog dat die luchtbrug daar zat. Nou, en bij het goudkantoor, dat hele stuk waar nu dat hout zit, dat was de opening naar de luchtbrug en wat er onder de statietrap zat. Zoals er nu voor het ontwerp van het Groninger Forum een architect van buiten Groningen wordt gezocht, gebeurde dat bij de wederopbouw ook. Toen werd het hele wederopbouwplan in handen gelegd van de Delftse hoogleraar Grandpré Molière. En dan heb ik hier een boekje dat toen verscheen met het wederopbouwplan. En daar staat ook in hoe dat dan met het stadhuis zou moeten gebeuren. Grandpré Molière wilde het goudkantoor aanvankelijk verplaatsen naar een andere plek op de Grote Markt. Nou, daar was verzet tegen, dat ging niet door, dus dat moest blijven staan. En dan staat er hier hoe het met het stadhuisvraagstuk verder zou. Architect-ingenieur J.J.M. Vechter werd aangezocht. Het was voor Grandpré Molière allemaal een beetje te veel, dus hij koos Vechter om dit te ontwerpen. Johannes Jacobus Margaretus Vechter werd in 1906 in Sappemeer geboren als zoon van een onderwijzer. Hij groeide op in Den Haag en ging na de middelbare school naar Delft bouwkunde studeren bij Grandpré Molière. Na het afstuderen werd Vechter Grandpré's assistent. In 1935 vestigde Vechter zich als zelfstandig architect in Leeuwarden. Ik ben hier bij Ruimtelijke Ordening aan het Zuiderdiep, want hoewel het nieuwe stadhuis is afgebroken, moet hier bij de afdeling monumenten nog wel het een en ander te vinden zijn over Vechters schepping. Ik heb hier een boek, Tussen Grandessa en Schafot, en dat behandelt de geschiedenis van de wederopbouw in Groningen. En in dat boek staat dus ook hoe het met het nieuwe stadhuis is gegaan. Nou, wat blijkt, dat Vechter al voor de oorlog samen met een studiegenoot, Berghoef, een stadhuisontwerp had gemaakt. Ja, dat was een ontwerp voor een stadhuis in Amsterdam, dat overigens nooit is gebouwd. Het was een prijsvraag en Grandpré Molière zat in de jury, was voorzitter. En misschien wel omdat het mooi in de stijl van de Delftse school was, werd de prijsvraag door Vechter en Berghoef gewonnen. Nou, als je dan kijkt naar de eerste ideeën voor het nieuwe stadhuis in Groningen, hier op een maquette, dan zie je ook zo'n torentje. Dus het zit er nog wel een beetje in. Maar toen,
1948 ontstond er een conflict tussen Vechter en Grand Prix Molière, tussen de leerling en de meester. Vechter had zich min of meer bekeerd tot de moderne zakelijkheid, tot het nieuwe bouwen, terwijl Grand Prix Molière vasthield aan de oude historiserende stijl van de Delftse school. Nou, Vechter won het, omdat in de gemeenteraad de meeste mensen die nieuwe zakelijkheid wilden. Uiteindelijk werd daarom Vechters nieuwe stadhuis in een modernere stijl gebouwd. Dat gebeurde overigens pas tussen 1958 en 1962, omdat het zo lang duurde voor er voldoende overheidsgeld was. Toen het nieuwe stadhuis werd gebouwd, waren er van Vechter in de stad al een aantal bouwwerken gerealiseerd. Het gebouw van het Vrije Volk aan de Stoeldraaierstraat was in 1950 het eerste dat hij ontwierp. Later volgden nog drie schoolgebouwen, met de Technische School aan de Van Schendelstraat als laatste. Ja, en dan het nieuwe Groninger stadhuis. Hier in de krant, adieu nieuwe Groninger stadhuis, juli 1994. De afbraak van Vechters schepping. Nou zou je zeggen dat er niks meer van Vechter op de Grote Markt is. Maar dat is niet zo. Nog steeds zijn er werken van hem. Dat gebouw van de ABN AMRO, dat is van Vechter. Ja, samen met een Amsterdamse architect, Beckman, gebouwd tussen 1955 en 1958. Overigens ter vervanging van een bankgebouw dat er eerder stond en bij de bevrijding niet was verwoest. Maar er is nog iets van Vechter hier op de Grote Markt. En dat heb ik hier in mijn handen. Van de Supervisiecommissie Wederopbouwplannen uit 1952. Het ontwerp voor Mutua Fides, gemaakt door Vechter. Het was het eerste dat bij de wederopbouw hier aan de Grote Markt werd gebouwd. Deze steen is geplaatst ter herinnering aan het begin van de bouw. Oud-vindicator Isaac Ben Cohen. En het is allemaal op 25 oktober 1952 gebeurd. Dit is fantastisch, hè? Dit uitzicht is vrij uniek. Ja, absoluut. Dit is elke keer weer genieten als je hier naar buiten kijkt. Zeker. Mutua Fides aan de Grote Markt. En dat is wat jullie betreft ook, zo moet het blijven. Ja, en zo zeker. Zal het blijven. Zeker. We hebben een beetje een hinkstap sprong gemaakt aan de Grote Markt. Van de zuidkant naar de noordkant en nu aan de oostkant. Ja. Maar we zitten hier al heel lang en heel lekker. Ja. En we zijn hier op de tweede verdieping in... Ja, ik heb hier de tekening. De leeszaal. De leeszaal.
Ja. Ja, dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds, de oude bibliotheek. Hij heeft als dusdanig zijn functie een beetje verloren. Er worden niet meer heel veel boeken geleend, maar het is nog wel altijd een traditie als je hier eet dat je een boek aanbiedt. Zo blijft de collectie toch wel mooi. Ja, en het is een zaal waar gegeten wordt en waar je natuurlijk van het uitzicht kan genieten als in geen enkele andere zaal. En dan heb je hieronder ook een grote zaal? Ja, dat is eigenlijk de meest gebruikte zaal, de conversatiezaal. Ja. Daar wordt geen muziek gedraaid en dergelijke, maar het balkon wat hieronder zit, wat iedereen wel kent, dat zit aan die zaal. Dus dat is ook goed toeval altijd. Ja, en dan op de begane grond? Ook op nog de begane een grote grond, zaal? Ja, er zit nog een grote zaal, dat is de oude Mensa, waar dus gegeten wordt. Dat is nu een beetje een soort algemene zaal, daar wordt een toneel gedaan, maar ook dj's en dergelijke feesten. Ja. Dus dat zijn een beetje de drie op elkaar gestapelde, die meest gebruikte zalen nu. En ik zie dat er een woning was aanvankelijk. Ja, zeker. Dat we staan nu in de zaal die daarnaast zit. Hier zit nog een nooduitgangetje naar die woning toe. En daar woonde de directeur met zijn gezinnetje. Okay. De directeur van het gebouw. Daar kunnen we straks wel even kijken. Okay. Ja. Ja. Dit was dus het oude gebouw, hè? En dit is het nieuwe. Klopt. Deze muur is nog van Vechter, van 1954. Ja. En dit is het nieuwe gedeelte, 1977. Ja, en dit wordt dus ook weer afgebroken. Ja, zeker. Dit kwam er als laatste bij en gaat er als eerste weer af. Ja. Absoluut. Ja, want ik zie het dus van de conversatiezaal. En dan... en dan is daar het... trappenhuis daarachter. Mm-hmm. En daarmee kan ik dus bij de woning van de conciërge ook komen. Ja, dit hier op de tweede verdieping, dat was aanvankelijk de woning van de conciërge. Moet daar de woonkamer zijn. Ja, dit is de oude woonkamer. Nu het kantoor van de directeur of de beheerder van het gebouw. Een lid van het bestuur van Vindicat. Balkon. Dat staat ook op de tekening. Nou, dit is het balkon dus geweest van de conciërge. Maar ik zie wel dat het aanvankelijk... in deze tekening van Vechter op een andere plek zat. Ja, aanvankelijk had hij het hier bedacht aan dit stuk muur. Precies in de knik van de gevel. Ja, met de plannen voor het Groningen Forum verandert er ook voor jullie wat, hè? Dat zou heel goed kunnen. De plannen van het hele naar voren schuiven van de oostwand. Ja. Dat betekent nogal wat voor ons. En ook voor het oude gebouw van meneer Vechter. Ja. We hebben een maquette hier staan van dit is wat we zelf geknutseld hebben. Zodat ook de leden van onze vereniging een beetje een beeld kunnen krijgen van wat de gemeente wil. Dan zie je hier zo... Wat dan, dus dit gedeelte is het oude Vechtergebouw. Ja, we staan dus hier ergens nu. Ja, we staan precies. We staan hier zo uit te kijken. En dit komt ervoor dan? Ja, dit hele gedeelte. Er zit nu dus in werkelijkheid nog hier, waar de nieuwe markt komt, zit nu nog het gedeelte wat er in 1977 aan vastgeplakt is. Ja, dat gaat, dat eraf. Gaat eraf dan. Ja. En dat komt er aan de voorkant bij. Tenminste, dat is wat de gemeente voorstelt. Ja. Omdat dit, waar ik nu sta, straks gesloopt wordt, omdat hier de doorgang komt van de Grote Markt naar het nieuwe Groningen Forum, wordt deze zijkant van Mutia Fides dus goed zichtbaar. En als dit dus blijft staan, blijft er toch nog iets van Vechter aan de Grote Markt over.